Zo, van harte welkom in ons aanstaande proeflokaal. Welkom bij Brouwerij Solaas. Flakees bier. Het idee ontstond bij brouwer Jan-Willem Kramer ook echt onder het genot van zo'n goudgele rakker. Ja, eigenlijk oorspronkelijk heel lang geleden in de kroeg. Toen was altijd de grap dat Flakee onafhankelijk moest worden. En het enige wat we nog misten was bier. Maar als we nu kijken, vind ik dat het echt tijd is dat dit eiland ook gewoon zijn eigen bier krijgt. Waar we trots op kunnen zijn. Dit is onze aanstaande brouwerij. Nou, zoals je ziet zijn we nu nog druk aan het verbouwen. Dit is hoe we begonnen zijn. Nou, dit is eigenlijk te klein om heel Flakee van bier te voorzien. En het idee is dat we straks wel 10 keer zo groot hier kunnen gaan werken. Kramer begon met brouwen in zijn eigen schuur, maar is nu klaar om het groter aan te pakken. Kees de Knecht helpt hem met het horecagedeelte. Hij heeft duidelijk voor ogen hoe het proeflokaal moet worden. Een huiskamer. Een huiskamer met lekker bier, lekker genieten, maar ook met Flakeese specialiteiten. Maar wat maakt dat Flakeese bier nou echt Flakees? Het wordt op Flakee gebrouwen in Sommelsdijk. De enige plek op Goeree Overflakee waar vroeger ook echt bier werd gebrouwen. Dat vind ik heel erg leuk. En het wordt gebrouwen door een echte Flakeeënaar. Dus dat in ieder geval. En we hopen in de toekomst wel steeds meer met Flakeese producten ook aan de slag te gaan in ons bier. Ja, en als ik nou echt mijn zin zou krijgen, zouden we zelfs met Flakeese gerst aan de slag kunnen. Maar dan zijn we echt nog wel een paar jaar verder, ben ik bang. Als hij maar buitengewoon wordt, toch? Precies, het is sowieso een buitengewoon bier.